Mijn naam is Aart, hier met kundige rijm. Waar we het vijfde element krijgen van negen maal het derde element. En het zesde element de waarde die ons centraal geeft. We zoeken de eerste element en de reden R. Wel hier heb je U3, U5, we noemen de rij UN. Ja? Is dus 9 keer U3. En U6 is 460. Nu je weet, met kundige betekent dat uw volgende element het vorige is maal een bepaalde reden Q noemen we hier. Dus UN is QUN1. Hier U5 die gegeven is, is dat in feite Q keer U4. En U4 was Q keer U3, dan krijg je U5 is Q kwadraat U3. En in feite dat in dit geval U9 uw Q kwadraat is. Dus 9 is Q kwadraat. Dat betekent uw reden is 9. Dat is een positieve reden, dus de reden is 3. Dus het eerste antwoord, R is 3, de reden is 3. Nu gaan we U1 zoeken, dat we gebruiken dat U6 gelijk is aan 486. Nu als je terugtelt, moet je delen door 3. Dat betekent U5 is dan 486 gedeeld door 3. Nu 486 gedeeld door 3, als je uitrekent, krijg je 48, 1662. Nu U4 is nog eens deel door 3, dus 162 gedeeld door 3, als je uitrekent, dan krijg je een 5 en dan een 4. Dus eerst een 5, dan heb je hier 12, dan heb je 4, dus 54. Dan U3 is 54 gedeeld door 3. Uitrekenen, dat geeft u een 1 en een 8, is dus 18. Ja. Dan U2, ja, dit wordt, is dus 18. U2 wordt dan 18 gedeeld door 3 is 6. En U1 is dan 6 gedeeld door 3 is 2. Dus uw eerste waarde, U1 is 2 en uw reden is 3. Dus antwoord, U1 is 2 en reden 3. Dank voor de aandacht, nog een keer, bye bye. Dag, ik maak me veel plezier video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam Aartswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.